Als ik van eenheid droom, het hart van de liefde klopt in mij. Als een niet te stoppen trein die me meeneemt op de ongegidste wegen van het panorama van de waarheid. Wat mij toeschreeuwt uit jouw ogen van de waarheid. Als ik van eenheid droom. Als ik van eenheid droom. Oh, als ik van eenheid droom. Als ik van eenheid droom. Het hart van de liefde klopt in mij. Als een niet te stoppen trein. Als een niet te stoppen trein. Oh, die me meeneemt. Naar de ongegidste wegen van het panorama van de waarheid. Die mij toeschreeuwt uit jouw ogen van de waarheid. Oeh, oh, oh, oh. Als ik droom van eenheid, het hart van de liefde klopt in mij. Als een niet te stoppen trein, als een niet te stoppen trein. Die me meeneemt naar de ongegiste wegen van het panorama van de waarheid. Dat mij toeschreeuwt uit jouw ogen van de waarheid. Als een niet te stoppen trein die me meeneemt naar de ongegidste wegen van het panorama van de waarheid die mij toeschreeuwt uit jouw ogen van de waarheid. Als ik van eenheid droom, het hart van de liefde klopt in mij. Als een niet te stoppen trein die meeneemt naar de ongegidste wegen van het panorama van de waarheid. Die mij toeschreeuwt uit jouw ogen van de waarheid. Nou, dat was weer een hele andere inspiratie. Oh, wat is het heerlijk om zo even te freewheelen weer eens. Ik ben zo lekker thuis. Ik heb zo'n fijne dag. Ja joh, ik ben zo lang niet gewoon zo ontspannen, gewoon lekker creatief bezig geweest met iets. Oh, heerlijk om even te doen. Ik dank mijn vader daarvoor, weet je dat? Ja joh, ik heb het hem net nog gezegd. Hem, mijn vader. Hem. Maar, nee echt joh. Oh, wat heb ik het heerlijk zo naar mijn zin. De boerenkool staat op het warmhoutplaatje. Die had ik gisteren al gemaakt. Ja, er zullen misschien nog wel meer opnames komen hiervan. Vast wel, want ik ben heerlijk even lekker hiermee bezig. En welke ik leuk vind, die knal ik op mijn eigen werk neer, weet je. Want ik ben aan het improviseren. En ik voel me daarin ontzettend vrij. En iedereen mag altijd alles wat ik doe weten, zien, horen. Dat weet iedereen die mij volgt. Volg mij niet, volg Jezus. En ik hoop een voorbeeld te zijn daarin, in alle dingen. En daarom heb ik dit YouTube-kanaal. Omdat ik een voorbeeld wil zijn van hoe jij je Jezus zou mogen voorstellen zoals hij dan als mens op aarde zou zijn. Niet dat ik aan hem kan tippen, op geen enkele manier. Nee joh. En ik wil ook niet aan hem tippen in die zin. Nee jongen, ik hou van hem met mijn hele hart en met mijn hele ziel en met al mijn kracht. Een beetje beperkte verstand wat ik heb. Weet je wel, echt jongen, dat is mijn motivatie.
En ik neem zijn woorden gewoon ontzettend serieus. En ik weet hoe krachtig dat is. Dat heb ik al lang gemerkt, hoe krachtig dat is als je dat doet. Nou, moet je wel weten wat hij geleerd heeft, is het niet? Nou, ga alsjeblieft lezen. Ga alsjeblieft lezen, joh, wat hij geleerd heeft. Ik heb in de jaren van mijn grote verwarring, toen ik al in die kerken, charismatische fire tunnels, bidden en vasten. Hey, jongen, waar ben ik? Ik ben wel in Nigeria geweest met Tibi Joshua, jongen. Nou, ook, dat komt allemaal nog, dat verhaal. Hoe, ja, ik ken dat wereldje goed. Maar wat raakte ik gebonden, alleen maar nog meer. Ik kwam niet van mijn trauma's af. Het is een tredmolen. Het is een tredmolen. Ik dacht het vanmorgen nog, je zit in een tredmolen als je die dingen doet. Hier moet je heen, daar moet je zijn, die heeft de salving. Je moet nog langer lofprijzen en het licht moet schemeren. En bent er ook machines en ik weet niet wat ze erbij slepen. En in tongen bidden en weer en proclameren. Het is een tredmolen, joh. Snap je dat niet? Ik hoop dat je aan mij mag zien dat je helemaal niet in zo'n tredmolen hoeft te zitten. Sterker, doe het niet. Want Satan laat mensen in tredmolens lopen, jongen. Zo is God niet. Zo is hij gewoon helemaal niet. En ik leer hem kennen, ik heb hem leren kennen. Zoals hij wel is. En dat etaleer ik. Weet je, en daarom ook zo'n geïmproviseerde opname. De eerste, toen zat ik gewoon een beetje krom. Omdat ik die tekst van het gedicht, ik had hem nog maar net gelezen. En ik was er zo, ik denk, yo! Kwam ik die beat tegen, bam, en ik knal die camera aan. Dus qua zangen stelt dat allemaal niet zoveel voor. En toch zet ik dat ding neer op het, wat interesseert mij? Het gaat toch niet om mij, jongen? Het gaat toch niet om mijn zangkwaliteiten hier? Weet je, dat interesseert me geen bal. En het is nou ook niet dat ik zo vals als een kraai zing. Dat ik zeg van, nou, koren, begin er nou maar niet aan. Trek je, het is mooi of niet mooi dat je je mond opentrekt. Maar hou het bij woorden. Weet je, ik ben zangeres geweest en dat is redelijk genoeg. Je oren zullen je ook niet van je hoofd vallen. Ja, en anders moet je er gewoon niet naar luisteren natuurlijk. Ik bedoel, je mag van mij alles vinden. Maar ik knal dat spontaan bam neer. Want het gaat mij... Omdat het gebeurt En ik vind dat mooi dat dat gebeurd is. En prachtig gedicht. Nou, dit was opname 2 daarvan, van die track. En ik heb gewoon een heerlijke avond op deze manier. Het is lang geleden dat ik zo heerlijk ontspannen, zo even lekker met muziek bezig ben geweest. Ben, heel spontaan. In het kader van de liefde... En ik hoop dat als ik jou zie in het echt, dan hoop ik dat de waarheid, dat ik die tegenkom in jou. Dus Johnny zegt dat hij hem tegenkwam in mij, laat dat je getuigenis zijn. Dan zit het wel goed met jou. Dan kan je iedereen wel 24 uur per dag aankijken en dan kan je eerlijk zijn over alles. Weet je? Want het koninkrijk van Jezus is heel mooi, jongen. Want daar is vergeving en begrip voor elkaar. En daar is het goed toeven. Later, hoi.